En ik sloeg hem in zijn gezicht met mijn sleutels. Dat ik echt dacht, dit moet toch wel iets doen dat je weggaat. Wat ergens gebeurt, iets met een mes, een steek. Maar hij dacht, dat zal meevallen. Hij kwam eraan en hij dacht echt, ik kijk naar een soort horrorfilm. We waren dus meer dood dan levend op dat moment. Breekt er iets in je, dan begrijp je niet waarom word jij zo verminkt. Mm-hmm. Ik was zo verminkt. Zijn verklaring was ook, ik heb gestoken wat ik steken kon. Die meisjes die moesten dood. Het is 15 en 17 keer neergestoken. Ja. Het is letterlijk een godsmoord dat we niet zijn. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal. Vandaag in de podcast niet één, maar twee gasten. De zussen Aileen en Marjonne komen thuis na een avondje in de kroeg, waar zij hun psychotische buurman tegenkomen en hij hem belaagt en te lijf gaat met een mes. Pas jaren later lukt het hen om terug te blikken op die ene nacht die alles heeft veranderd. Welkom! Dankjewel. Twee gasten deze keer. En twee bekenden ook wel. We kennen elkaar natuurlijk. En ik zag jullie verhaal voorbij komen. Toen hadden we het ook al even over. Dus ik ben heel blij dat jullie te gast willen zijn. Het wordt een beetje schakelen deze aflevering. Dit keer met twee gasten, maar we gaan gewoon lekker beginnen. Kunnen jullie ons meenemen aan het begin van de avond? Ja, dat was een hele leuke, bijzondere avond. We hadden elkaar al 10 dagen niet gezien na een hele lange reis in Thailand. En het was echt zo'n avond dat we dachten, oh lekker, kom, we gaan weer eventjes op stap. Ken je dat je het zo in je lijf borrelt van even een drankje drinken, we hebben er zin in. En nou, dat was dus ook zo. Ik werkte bij Brandstof en Mionne kwam me ophalen. Toen hebben we nog een drankje gedaan bij Brandstof. En toen zijn we daarna nog naar de Weber gegaan. Mm-hmm. Toen was het zo van, nou, let's go, we gaan naar huis, klaar. We wonen samen, we slapen weer samen, want we sliepen niet bij onze vriendjes op dat moment. Ja, en dan fiets je naar huis, niks vermoedend. En daar denk ik dan nu aan dat ik echt denk, oh ja, wat raar eigenlijk dat we die avond zo naar huis zijn gefietst. En dat je te wachten staat. Nou, ja, niet vermoedend. Niet vermoedend. Ja. En, gewoon na een leuke avond, gezellig, drankje om, met twee naar huis. En dan in één keer maak je fiets vast. En dan zie je de buurman die de gordijnen opentrekt. En een soort van gorilla-achtige bewegingen stond hij daar wel met het raam dicht. Maar heel groot en agressief. En dat raam, dat was, ja, dat is zo'n soort raam dat je, als je er naartoe kijkt en je staat daarvoor, dus in zijn geval daarachter, dus dan zie je zijn hele lichaam bijna. Maar hij stond daar zonder iets aan? Of? Ja, hij was wel deels naakt op dat moment. Volgens mij had hij een badjas aan, maar die stond open. Ja. Ik weet nog dat we allebei echt dachten, gast, wat doe jij? Waarom laat je ons zo schrikken? We willen gewoon naar huis. We gaan gewoon naar binnen. Ook op dat moment realiseerden we eigenlijk allebei nog helemaal niet wat er zou gaan gebeuren. Want hij was etage 1. Nee, begaande grond was hij. En jullie woonden op etage? Derde en vierde. Ja, dus je kent deze man al een beetje. Was het al een beetje een gekke man? Ja. Het zat niet in het trappenhuis. Nee. Ja, we hadden allebei een andere deur, dat wel. Oké, dus je zag hem op de begaande grond voor het raam staan. Ja. Ja, en dan zie je dus alles. Dus je ziet zeg maar vanaf zijn knieën. Oh ja. Ja. En echt zo'n engert. En we kenden hem inderdaad al, want hij woonde daar al 1,5 jaar. En hij liep wel eens op straat. En altijd, dan keek je naar hem en dacht je, ja, er klopt iets niet aan jou. Hij kon niet echt gedag zeggen. Hij was altijd boos, chagrijnig. En ook heeft hij al een keer eerder naakt voor het raam gestaan. Dat was overdag. Toen heb ik daar zelfs ooit nog een melding van gemaakt bij de politie. Mm-hmm. Ook zat ik op een zomersdag in mijn raamkozijn helemaal boven op de vierde verdieping. En toen stond hij aan de overkant van de weg naar me te kijken. En stond daar gewoon echt een uur. Dat ik helemaal dacht, nou ja, ik ga maar ergens anders. Volgens mij kijkt hij naar mij. Nog een beetje zo links en rechts. Kijken of er andere buren waren die daar misschien ook zaten. En toen dacht ik al, deze gast is wel echt een freak. Hoe oud is deze man? Volgens mij was hij 38 op dat moment. Ja, hij was 38 en hij was van Hindoestaanse afkomst. Hij was groot van postuur en bruin. En ja, ik was eigenlijk altijd al een beetje bang voor hem. Ja, niet heel prettig dat hij dan daar staat voor het raam. Nee, vooral zo dat manier van dat die gordijnen open gingen. Dat ik echt dacht, wat is dat? Wat doet hij? Ja. Voor we het wisten was hij eigenlijk al buiten. Stond hij gewoon ineens buiten. En ook op dat moment hadden we geen
tijd om überhaupt nog na te denken wat er eigenlijk gebeurde of ging gebeuren. Om nog een keuze te maken om bijvoorbeeld weg te rennen. Ik weet nog heel goed, het was maanlicht en er was een lantaarnpaal. Mm-hmm. En hij kwam dus op ons af en hij had toen wel een ochtendjas aangedaan. In het moment dat hij dus naar buiten rent, doet hij nog een ochtendjas aan, maar die hing open. En hij zwaaide met zijn handen en er flikkerde iets van glim in mijn ogen. Ja. En toen weet ik nog dat ik dacht van, heeft hij nou een mes? Maar ja, split second, je denkt er niet over na. En hij rende letterlijk op me af. Ik kon echt niks doen. En ik viel in zijn raamkozijn naar achter. En ik werd gewoon belaagd. Links, rechts, stoot. En ik weet dat ik mijn sleutels in mijn handen had. Van mijn fiets op slot draaien. En dat ik echt dacht, ik moet hem slaan. En ik sloeg hem in zijn gezicht met mijn sleutels. Dat ik echt dacht, dit moet toch wel iets doen dat je weggaat. Of dat je van me afgaat. En toen in één keer kwam er een soort slinger van hem. Hij werd geslingerd en hij werd van mij vandaan geslingerd. En dat was mijn zusje, die letterlijk aan zijn ochtendjas trok. En die trekt hem zo bij mij vandaan. En hij draait zich om en hij begint zo, bam, op mijn jonne, een soort van, ja, in te slaan. En nog steeds niet wetende dat hij dus echt een mes had. Ik had geen idee. Ik heb het mes nooit gezien. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat het voelde heel erg staal, ijzerachtig. Ja, en dat ging eigenlijk zo door, heen en weer. Dan haalde Eileen hem weer van mij af. Haalde ik hem weer van hem af. Het was echt een soort vecht, ja, gewoon echt een vechtpartij. Ja, dus jullie bleven bij elkaar. Dan was dus ook geen ruimte om. Het was het om en om. Ja. En hij was gewoon zo groot, zo sterk. We waren eigenlijk machteloos. En je rent ook niet weg. Je kan, ja. Nee, want je bent met je zus. Bent met elkaar. Ja. Je geliefde, je zusje, zeg maar, zo bedoel ik geliefde. Die wordt belaagd door een hele enge gebeurtenis. En je hersenen gaan echt op een soort van overtoeren. Althans, mijn hersenen gingen op echt een soort overtoeren draaien. Van logica, wat moet ik doen? Ik voelde niks. Nee, want hij was op dat moment inderdaad al fysiek geweld aan het plegen. Maar ook, op welk moment heb je dan door dat hij een mes trekt? Nou ja, hij kwam naar buiten gerend met een mes. Niet doorgehad. Niet. Nee, dus hij had hem al. Het was donker, je bent zo hard in gevecht en aan het trekken. En nee, jij had het gevoel van een boksbeug wordt in je buik geslagen. Ja, we hadden zo pijn overal. Het was echt verschrikkelijk. En zijn er mensen ook omheen? Nou, op een gegeven moment dan raak je in zo'n gevecht. En je schreeuwt en eigenlijk ben je alleen nog maar steeds bezig met de ander weg te halen van hem. En op een gegeven moment weet ik nog dat Mionne tegen mij zegt, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. We moeten weg. En op dat moment kruipen we soort van, in mijn optiek was ik aan de rennen naar de overkant. Maar het duurde maar 100 jaar. Ook. Ja, misschien rende ik ook. Helemaal een soort adrenaline dingen. Maar toen gingen we dus allebei de andere kant op. Eline ging ineens naar links. Ik ging naar rechts. En toen weet ik nog dat ik bij die, dat ik zoiets had van, we moeten verstoppen achter die auto's. En dat ik naar links keek en hij stond nog op de stoep met zijn arm te zwaaien. En toen zag ik dus ramen opengaan. En toen had ik wel door van, oké, er zijn wel mensen wakker nu. Ja, dus op dat moment heb je ook een beetje hoop, denk ik. Nou, nog niet. Want ik dacht eigenlijk alleen maar, waar is mijn zusje? En waarom is ze niet verstopt achter de auto's waar ik verstopt zit? Ja. Zeg maar in die rij. Waarom kan ik haar niet zien? En op een gegeven moment ga ik terug en achter een normale auto waar hij mij dus ook weer kan zien. En dan zie ik een beeld waar ik dus ook EMDR-therapie voor heb gehad. Wat zo bizar is. En dan in één keer denk je, hè, wat is er dan gebeurd? En zij staat daar tegen een witte auto aan. Ja, ik weet nog dat ik met mijn hoofd zo tegen de auto te aanleunen was. Ik had gewoon zo'n pijn in mijn hand en mijn buik. En het gutste er gewoon uit. En echt overal was bloed. Ik had witte schoenen aan. En die had ik in Thailand gekocht. Mm-hmm. Het was echt, het was niet normaal. Toen dacht ik echt, het is echt foute boel. Dit is niet oké. Okay. Toen kwam jij er gelukkig aan. Want ik dacht op een gegeven moment, nou, ik ga hier lekker zitten. Ik ga lekker liggen. En het voelde toen ook heel fijn. Ik dacht, oh, ik ga gewoon, ik kan wel een dutje doen. Dus het ging eigenlijk echt supersnel. Ja, je lacht nu echt zo van, ik kan wel een dutje doen. Maar het was, ik dacht echt bij mezelf, Dit is zo veel fouter dan ik dacht dat er was. Ik dacht dat we aangevallen werden en ik wist niet precies hoe of wat. Maar je bent gestoken. Je hebt bloed uit de voorhoofd, bloed uit de polsen. Ja, en zij ook. Zij kwam me eigenlijk een soort van redden. Zo van, wat doe je hier nog? En
toen wilde sta je hier. Ja, toen wilde ze me oppakken. Ze van, kom, let's go, we moeten gaan. En toen, toch, toen wilde je me oppakken. En toen ineens kon ze geen adem meer halen. Want op dat moment klapte haar long. Ja, ik heb het idee dat mijn long al geklapt was. Maar dat ik het niet voelde. En het moment dat ik jou optilde, ik dacht, ik kan eigenlijk helemaal niet ademen. En dat dus, ik toen... Nou ja, toen strompelde we volgens mij met z'n tweeën zo richting de weg, richting het water. En daar stond ook een busje geparkeerd met 3 werkluiden in. En die deden het raampje zo open. En die keken echt enorm verschrikt. En die zeiden, er komt nu een politie en ambulance aan. Dus ze zijn onderweg. En toen deden ze gewoon het raampje weer dicht. Nou ja, ik had helemaal geen tijd om over hun na te denken. Omdat ze zelf bang waren voor het Uiteindelijk mes? Hebben we in de, ja, achteraf hebben we gehoord in de rechtszaken dat ze inderdaad gewoon zo verstijfd van angst waren dat ze niks konden uitbrengen. Nee. En in eerste instantie wisten ze niet zeker of het misschien ons vriendje was die ons aanviel of onze vader. Het was ook donker, dus misschien zagen ze ook niet dat er echt zo erg geweld werd gebruikt. Of nou, ik weet nog over donker gesproken dat die koplampen in mijn gezicht schijnen. En dat ik dacht dat ik aan het zweten was, want ik voelde de hele tijd soort druppeltjes of zo. En dat ik toen dus helemaal onder het bloed zat. En dat ik dacht, oh, dat is van Mionne. En dat ik de hele tijd wit of rood bloed zag druppen. En dat ik toen dacht, oh, dat is geen zweet. Ik ben ook geraakt, dacht ik toen. Dat was het eerste moment eigenlijk door die koplampen dat ik dacht, hè? Maar dat mes heeft mij ook geraakt. Want bij jou zag ik al dat het jou had geraakt. Maar vooral het moment ook dat jij daar zit en ook zegt, ik kan wel een dutje doen. Dat is natuurlijk super... Ik wil slapen. Ja, die zei, ik wil slapen. Ja. Omdat je gewoon op was. Of alle echt energie, letterlijk ik op. Had gewoon zoveel bloed verloren. Ja. Ook steekwond in ons hoofd. Ja, dat gutst er gewoon heel uit. Ja, ik weet niet, ik denk daardoor. Oké, ja, dan moeten we heel even een klein stukje terug. Op een gegeven moment trekt zij hem dus van mij af. Mm-hmm. En ze vallen op de grond. En hij heeft op dat moment een positie aangenomen dat hij op haar zit. En ik weet nog dat ik niet meer goed wist wat ik moest doen. En dat ik alleen dacht, oké, ik moet hem misschien pakken. Of, dit komt nu allemaal heel nagedacht over. Maar op dat moment maak je een beslissing uit een soort van oerinstinct. Ja, fight, flight hoor, maar dan is het fight. Ja, fight. En ik zeg tegen haar, pak dat mes! En dat weet ik nog dat ik dat zeg. En ik zie haar dat mes pakken. En zij grijpt daar dus naar. Dat weet ik op dat moment, zie ik dat natuurlijk ook allemaal niet goed. En op een gegeven moment staat ze dus tegen die auto aan. En omdat ze dus het mes heeft geprobeerd te pakken, heeft ze gewoon letterlijk naar het lemmet gepakt. En daardoor is dus haar duim, want het zo scherp was het dus, is afgesneden. Of dat lag er half af. En heeft dus haar slagader geraakt. En dan ook nog pezen en zo zijn er, of zenuwen door. Maar dat was dus waardoor ze zoveel bloed verloor. Waardoor ze gewoon helemaal niet meer door had. Ik sta tegen een auto aan midden in de nacht buiten mijn huis. En ik ben aangevallen. Ik ga gewoon even een dutje. Ik was ook echt niet meer bezig met hem eigenlijk. Dat hij daar nog stond. Echt zo van, het zal wel. Ik weet niet. En voor mijn gevoel kwam de ambulance ook supersnel. Mm-hmm. Die was er echt binnen. Ja, terwijl ja, normaal was zou je zo denken. Dat... Want ik weet nog dat dat licht, dat hij het raampje dichtdraait van die bus die dan met die mannen daar voor mijn neus staat, terwijl ik met haar in mijn armen soort van zit van, oké, wat moet ik nu doen? Dit is het moment dat ik niet meer weet rechts of links waar we naartoe moeten. En toen zag ik al de hele straat blauw kleuren en allemaal geluiden. En toen kwamen dus 2 agenten naar ons toegerend. En dat is ook wel één ding wat mij zo raakt nog. Die trekken ons uit elkaar alsof wij vijanden van elkaar waren. Zij wisten dat niet. Ze wisten niet wat er gebeurde. Nee, ik snap het. Want misschien was één... Maar waar staat die man op dit moment? Die staat nog steeds voor de deur. Hij blijft gewoon staan. Hij blijft staan, ja. Dus hij ziet gewoon, hij ons aanschouwt gewoon het tafereel, zeg maar. Ja, hij was kennelijk zo in de war ook. Ik weet het niet, maar... Nee. Maar hij is dus niet naar jullie toe gerend weer toen je die weg... Nee, ik denk was gebeurd, dat was echt onze redding geweest. Dan hadden we hier nu niet meer gezeten. Nee, nou, ik hoop dat die man in de bus dan toch nog wat hadden gedaan, maar... Bizar is dat toch, dat iemand dat dan ziet. En natuurlijk, je zegt altijd van, wat zou ik doen als ik zoiets zie? Ja. Maar toch zijn er dus mensen die inderdaad hun raampje dicht doen. Of niet ingrijpen. Ja. Zo bang Drie mannen. Met ook scheppen, gereedschap hadden ze bij zich. Weet je, het waren mannen van ProRail. Die daar aan het werk waren, aan het spoor 's nachts.
Ja. Omdat het vlakbij Centraal Station was, Amsterdam, waardoor je dus alleen 's nachts aan het spoor werd gewerkt. Ik zou ze zo graag een keer willen spreken, want wat gebeurde er bij hun? Wat was ik zij hadden het misschien... Ik ben benieuwd of ze nog aan ons denken of zo. Ja, of dat ze zichzelf te raden gaan van, had ik niet eerder moeten ingrijpen? Want ik bedoel, het is gelukkig goed afgelopen, jullie zitten hier. Ja. Maar het is wel een situatie die echt volgens mij op een millimeter heel kritiek fataal had kunnen zijn. Zeker. Als ik het zo hoor met jouw slagader en de bloedingen. Ja, soms lees je nu iets in de krant of je ziet het op tv op nieuws. Mensen die zijn dan 1 keer geraakt, 1 keer gestoken en die overlijden daaraan. Dan denk ik echt, wauw, we hebben zo'n mazzel gehad. Want jullie zijn, als ik het goed zeg, 17 en 15 keer gestoken. Ja. Intens. Ja. Nou, en ook de millimeters wat je net benoemd is echt aanwezig. Zij heeft in haar nek is gestoken en zat zo'n tas om. Ja, ik had een tas met een leren band. En nu zie je daar, ik heb hem ook nog bewaard. Daar zie je echt zo'n soort van messteek in. En dat zit precies hier, zit er dan ook zo'n een puntje van de messteek. Die is gelukkig niet doorgegaan helemaal. Dat ik ook denk van, wauw, dat is ook echt mijn mazzel geweest. Ja, want dat hier is echt dus bij je nek en je, ja. En dan worden jullie door politie uit elkaar gehaald. En wat volgt? Het kwamen ze al heel snel erachter dat wij dus allebei zwaar gewond waren. En dat die meneer daar nog stond met zijn mes. Hoe stond hij daar? Echt nog met zijn mes gewoon... Ook zwaaiend in de lucht. Schreeuwend. En dat mes, ik zag letterlijk het bloed eraan zitten. En toen kwam de agenten en die hebben hem met z'n vieren of vijven direct in op zo'n manier dat hun handen op zijn rug en het huis ingeduwd. Zijn eigen huis dus ingeduwd. En daar hebben ze het verder aangepakt. Dat heb ik niet meer gezien. En toen werden we allebei in een andere ambulance gezet. Ja. En dat was eigenlijk het allerergste moment. Dat je elkaar niet meer kan zien. En dat je geen controle meer hebt. Geen tastbaarheid. Want je zag elkaar niet meer. En ik wist helemaal niet waar ze haar naartoe brachten. En zij wist niet waar ze mij naartoe brachten. Maar er was nog maar zo weinig energie in mij om erover na te kunnen denken. Maar dat was het enige wat ik dacht op dat moment. Hoe voelde je je toen? Nou, aan de ene kant voel je je een soort van gered. Dat er eindelijk hulptroepen zijn. Dat je uit de situatie wordt gehaald waar je in zat. Tegelijkertijd denk je niet zoveel. Want ik dacht wel veel. Een explosie van dingen. We moesten tegelijk ook iemand opnoemen die ze konden bellen. Ik was heel scherp. Ik wist wat er gaande was. Ik wist dat Marjonne geraakt was. Ik wist waar de buurman stond. Ik wist dat ik nu in de ambulance zat en niet met mijn zus. Ik kon alle vragen haar fijn uitleggen. Want ze gaan dan vragen stellen hoe scherp je nog bent. Wat je nog weet. Waar je bent, zeg maar. Van wat is je postcode? Wat is je geboortedatum? Ja. Waar ben je geboren? Kon ik allemaal antwoorden. En daarna had ik een hele arsenaal aan vragen aan hun. Want ik had zoiets van, wacht even. Ik raak nu nog meer de controle kwijt dan dat ik al ben. Wat ik natuurlijk nu super lastig vond, omdat ik wist dat zij echt aan het doodgaan was. Ja. En ik wist niet of ze het zou redden waar ik nog bij was. Of dat ik überhaupt haar nog zou zien daarna. En dat was ik alleen maar aan het zeggen tegen die mensen van, breng me naar dezelfde plek waar ze is. Ik moet naar haar toe. En dat is het. Ja. Maakt niet uit. Ik ben oké. Ik moet naar haar toe. Is dat ook... En toen, ja. Nee, ik snap dat je raakt, omdat je zusje het raakt mij ook. Ja. Omdat je zusje niet bij je hebt. En het laatste wat je eigenlijk ziet is dat jij natuurlijk zoveel bloed hebt verloren en zo van de kaart bent. Dat misschien was dat dan het laatste moment dat je elkaar überhaupt hebt kunnen zien. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen hoe dat... Letterlijk dat. Ja. Maar gelukkig gingen we allebei naar hetzelfde ziekenhuis. Naar het AMC. Ja. Toen er onze vriendjes die we toen hadden, die waren daar toen we aankwamen. Alleen dat was niet bepaald een hele fijne blik voor hun. We kwamen eraan een soort op de eerste hulp. Kon je nog lopen? Nee, we lagen op brancards allebei. En er lag echt, het was een soort bloedbad onder ons. Oh, mijn ex-vriend die zei van, nou, ik krijg het beeld nooit meer uit. Oh, wat een horror. Hoe ik jullie daar heb gezien, hij wist niet zo goed wat er was gebeurd. Ze moest naar het ziekenhuis komen, hij werd ineens opgeroepen. En er is wat ergs gebeurd, iets met een mes, een steek. Maar hij dacht, dat zal wel meevallen. En hij kwam daar aan en hij dacht echt, ik kijk naar een soort horrorfilm. Ja. Het is niet echt. We waren dus meer dood dan levend op dat moment. Uren hebben we zo gelegen eigenlijk. Ze hebben ons met wat zwaluwstaartjes al onze steekwonden dichtgeplakt of zo. Ja, maar ze hebben eigenlijk de interne schade nog niet gelijk gecheckt. Nee, omdat het mes was heel
heel erg dun, maar extreem lang. Dus ongeveer 20 centimeter dus lang. Het kwam naar binnen en dan zag je aan de buitenkant een vrij klein messneetje zitten. Maar het had van alles aan de binnenkant kapot gemaakt. Ja. En ja, dat wisten ze niet, maar uiteindelijk inderdaad uren later, maar dat hele stuk, daar weet ik echt niks meer van. En wat ik wel nog heel goed weet, is dat we een of ander drankje moesten drinken, echt een liter of zo, ieder. Dat is echt het allergoorste wat ik ooit in mijn leven heb gedronken. Daarmee kunnen ze in een scan zien of vloeistoffen uit je darmen bijvoorbeeld gaan. Nou, en dat was dus inderdaad. Dus dat was bij jou het geval, of bij beide? Dus er was ook gestoken in je darmen? Ja. Of hoe, sorry, ja. Dus als het te gedetailleerd is, moet je ook vragen. Nee, dat maakt niet uit. Ik had een steekwond in mijn navel, vlak naast mijn navel zitten. Mm-hmm. Nou ja, zoals de breedte van het mes was dus ongeveer een centimeter. Ja. En de lengte was 20 centimeter. Dus het lijkt van wat er gestoken was, dat leek wel heel klein. Ook kwam er bloed uit. Maar omdat het zo diep ging, raakte het binnen heel veel. Ik was zo bezig met wat er met haar aan de hand was, met mijn jongen. Dat ik eigenlijk niet meer goed voelde wat er met mij aan de hand gewoon was. Gewoon de adrenaline en shock waarschijnlijk ook. Ja, en toen zeiden ze bij haar, bij Mionne, zeiden ze al, jij moet dat spul drinken. En toen zeiden ze, doe jij dat ook maar voor de zekerheid. Nou ja, en dan komt het moment dat je dus de scan in moet. Nou, dat was ook wel een heel heftig, voor mij in ieder geval heel heftig. Ja, want ik was er super dus bij. En blijkbaar moest er dus toch, ze zagen, of nee, je drinkt dat water. Dan moet je een scan in, maar die scan is een soort rond. Een tube waar je in moet. En terwijl ik daarin ga, word ik misselijk. En ik moet dus overgeven. Dus ik probeer omhoog te gaan. Maar het is zo klein dat ik mijn voorhoofd de rand tegen de bovenkant. En eigenlijk niet helemaal omhoog kan. Waardoor ik begin te kotsen. En ik begin dus mezelf helemaal... Hoe zeg je dat? Ik verslikte me in mijn kots. En ik kon op een gegeven moment niet meer ademen. Dus dat ding ging weer terug. Want ze zagen dat het niet goed ging daarbinnen. Nou, dan helpen ze je. Ondertussen lig je nog met allemaal steekwonden daar. Een soort van, wat zijn jullie met mij aan het doen? Ja. Ja, dat gevoel weet ik nog wel. Ik echt dacht, wat is er eigenlijk met ons gebeurd? Ja, het komt dan al een beetje het besef van... Wat hebben we eigenlijk meegemaakt? Of ben je dan echt nog aan het overleven? Nee, jij was gewoon... Nee, dat is niks meer. Nee. Ja, ik weet nog wel dat ik dacht van mijn ouders. Onze vader woont in Frankrijk. En onze moeder woont in Bergen. Dus een dorpje boven Amsterdam. Laten we hun maar niet bellen, dacht ik nog. Misschien valt het mee en dan kan ze je... Ze moeten nog rijden en dan hun dochters. Ze zijn in paniek voor niks. Ja. Ze hebben geen andere kinderen. Hun twee kinderen liggen op de intensive care neergestoken. Misschien morgenochtend even rustig dat vertellen. Ja, maar eigenlijk was je dus meer bezig met anderen dan met jezelf. De hele tijd. De hele tijd. Maar dat is misschien wel de overleving voor mij geweest op dat moment. Ja, en dan komen ze dus achter dat er ook interne bloedingen zijn. Ja, klopt. En dan weten ze, we moeten direct gaan opereren om hem dicht te maken van binnen. Dus ik weet nog dat ik in de kamer werd gebracht en ging ze me onder narcose brengen. Ging ze vertellen wat ze gingen doen, maar ze waren super aardig. Ze kwamen heel relaxed over. En ik dacht, ik vind het helemaal prima. Als jullie mij fixen, ik vind het helemaal top. Nu alsjeblieft zo snel mogelijk. Ja. Dus die dacht ook echt van, wauw, nog nooit iemand die zo blij een operatie in is gegaan. Maar ik dacht echt, ik moet geholpen worden. Ja, maar dat waarschijnlijk dat gaf je lichaam ook aan van, dit moet nu. Nu, echt, ja. En toen, allebei, dus op hetzelfde moment geopereerd. Ja. En toen werden we wakker in de wakkerwoordkamer. En dan pas, en dan zit ineens je hele familie om je heen. Je vader, die in Frankrijk woont. Precies ook. 8-9 uur rijden hier vandaan of langer eigenlijk zelfs. Je moeder, je tante, je vriendjes. Nou, en wij dachten, wat doen we hier? Nou, dan komt er ook dus een zuster naar je toe. En die zegt, jullie zijn allebei geopereerd. En die laat dus je buik zien. En die zat helemaal ingewikkeld met... verband. Met verband. Nou, toen ging ik echt door de grond. Ik dacht, mijn buik, weet je wel, ja, ik was toen 22. Ja, je mooie platte, gespierde buikje. Er zit ineens zo'n litteken op. Ja, hoe, want wat voor litteken is dat dan? Je zegt zo, is dat dan 20 centimeter? Of? Ik heb hem eigenlijk nooit gemeten. Maar... Mijn is 20 centimeter, die van jou is 30 centimeter. Dat is best lang. Ja, groot, ja. Eigenlijk mijn hele buik. Ja, dus dan komt het besef meer, denk ik, als je wakker wordt. Ja. Ja, ja, nou, ja. Ik werd wakker met een katheter. Ah, dat is dus
Dus iets voordat je kan plassen, zodat je dan gewoon liggend en dat je het niet voelt. En ik wist niet eens wat dat was, maar er waren twee vrouwen bezig en mijn benen waren open en ik was bloot en ik was helemaal in verband. En die twee vrouwen waren bezig iets met loshalen en het voelde allemaal een beetje raar. En ik was soort van half vaag aan het wakker worden, van narcose natuurlijk. Ja. En ik dacht, wat doen ze daar tussen mijn benen? En ja, dat voelt ook niet helemaal relaxed. Nee. Dus je wordt ook een beetje soort van gespannen wakker van... Oké, en toen zei ze, nou, het is geregeld. Hij is eruit. Je katheter zit goed en dat is allemaal opgelost. Want hoe lang hebben die dan geslapen daar? Echt uren? Ja, Mionne, de operatie heeft echt uren geduurd. Mm-hmm. Want Mionne, haar operatie had... Ik had 8 gaten in mijn darmen zitten. 8 gaten, jeetje. Waarvan, ja, je darmen zitten natuurlijk zo. Dus als er 1 keer gestoken wordt, dan worden er meerdere plekken geperforeerd in 1 keer. Ja. En in je dunne darm en in je dikke darm. En op 1 plek zaten er zoveel steekwondjes dat het een hele zwakke plek zou zijn. Dus hebben ze een heel stuk darm er ook uitgehaald gewoon. Ik weet ook nog dat mijn buik helemaal opgezwollen was. En ook je darmen, die hebben dus ineens allemaal een nieuwe plek gekregen. Ja. Ten opzichte van waar ze normaal al jaren op dezelfde plek lekker zo zitten. Ja. Zijn ze nu allemaal, ze halen letterlijk je hele binnenkant eruit, leggen het naast je neer en gaan gewoon net als een fietsband 1 voor 1 alles af om te checken of ze niet iets... Dus ze kunnen je moeilijk weer dicht maken en dan, oh, ja, toch nog gaatje. Ja, want dat is gewoon fataal natuurlijk. Ja, ja, en het moet snel gebeuren, dus het is een soort van, maar ja, alles eruit en daarna alles erin. Dat is gewoon best wel impact voor je buik. Ik weet nog, alles was scheef, mijn buik was scheef. Dat is echt bizar. Ja, en hoe oud zijn jullie hier? 20 of 21? Mionne was 22 en ik was 24. 24, ja. Dus jij zegt al, je wordt wakker en je denkt, je bent jong, mijn buik. Je familie, uiterlijk. Ja. Je vriendje. Ja. Iets wat zo belangrijk is op zo'n jonge leeftijd. Navelpiercing, ja, heb je die? Ja. En die eruit moet halen. Ja. Ja. Ik heb nummer in. Nee, nee. En voor jou was dat dan ook... Hebben ze ook dingen moeten dichten? Of? Ja, ik had 2 gaatjes in mijn darmen. En daardoor was mijn litteken klein en korter. Mijn herstel was eigenlijk ging ook best goed. Alleen, ik had heel veel nachtmerries in het ziekenhuis nog. Ik had de hele tijd bloeddingen en mesdingen. En schreeuwend wakker worden 's nachts. En ja, in het zweet en heel erg gestrest. Ik was heel erg gestrest. Zo'n psychische aspect ook ervan. Ja, ja, en het onbegrip. Ik had zoveel onbegrip. Ik kon op een gegeven moment al wat meer lopen dan Mionne. En ik kon dus naar de spiegel lopen. En ik weet nog wel dat ik daar naartoe liep. En voor het eerst, ja, je ziet al die heel veel dagen, al uren dat je daar bent, ben je niet met de spiegel of uiterlijk bezig. En dan in 1 keer komt dat eerste moment. En dat was nog in het ziekenhuis. Dan breekt er iets in je. Dan begrijp je niet waarom word jij zo verminkt. Mm-hmm. Ik was zo verminkt. Zo jong. En zo bezig. En je uiterlijk is zo belangrijk voor je. Want je bent gewoon... hartstikke jong en onzeker als vrouw, weet je wel, heel veel meisjes. En dan ben je en dan sta je daar zo soort van eenzaam te zijn van hoe kan dit nou gebeurd zijn met ons? En dan kijk je naar je zusje en dan denk je, Jezus, we zitten er alle 2 in, weet je, wow. We lagen gelukkig samen op een kamer. Ja. En er was niet normaal hoeveel visite er was en hoeveel vrienden er langskwamen de hele dag door. Want hoe was dit voor familie toen jullie wakker werden? Hoe was dat weerzien? Als je dan je ouders daar ziet zitten, of voor je ouders? Het was totaal chaotisch op dat moment. Ja. Die kon echt, die probeerde echt iedereen in banen te leiden. Die was ook in een soort van stressfactor. Banen leiden, dat ging echt voor geen meter. Nee, want die was zelf niet meer in banen te leiden. Die was inderdaad wel... Onze vader, die had alleen maar focus op ons. Ja. Die heeft ons geen seconde verlaten. Zelfs de bezoekuren, zeg maar, dat hij officieel weg moest. Ja. Al die zusters en... verpleegsters die keken naar hem, die dachten, oké, we kunnen deze man niet weghalen van hun kind, van zijn kinderen. Ik snap het. Keken ze ook zo aan, die dachten, ja, ze kunnen elk moment nog steeds sterven. Ze zijn nog steeds zo zwak allebei. Het kan gewoon nog steeds fout gaan. Ja. Dus dat was heel erg fijn. Nu heb ik zoveel bloed verloren natuurlijk. Ja. Hoe lang hebben jullie daar gelegen? Of hoe lang hebben jullie moeten... We lagen 5 dagen op de intensive care. En daarna gingen we nog 10 dagen op de gewone traumaafdeling. Ja. En dan ben je aan het revalideren. En ik dacht altijd, ja, als je dan uit het ziekenhuis kan gaan, dan ben je klaar. Ja. Maar ja, wij konden nog niet eens lopen door het ziekenhuis. Het lukte ook eigenlijk niet. En wat het allerbelangrijkste eigenlijk was, is dat onze darmen weer op gang kwamen, omdat ze geopereerd waren.
en je ook al heel lang niet hebt gegeten, moet dat weer in proces komen. Mm-hmm. Dus het was heel belangrijk als wij weer voor het eerst naar de wc zouden gaan. Ja, wel bijzonder om het... Poepen! Ja, maar om het dan samen... Ja, het klinkt heel raar, maar dat je dit samen meemaakt is toch te bizar. Te bizar. Het is te bizar dat je het samen overleeft. Ja. Zoveel steekwonden. Ja, op dus net de juiste plekken. Want ik heb ook wel eens bericht gelezen wat jij ook zegt. Eén steekwond kan al fataal wel zijn. Ja. Ja. Als het net bij het hart of bij een bepaald orgaan zit. Of te veel bloedingen, te laat geholpen. Er zijn heel veel factoren waarin jullie beiden niet hadden kunnen overleven. Ja, zij heeft 3 steekwonden in haar nek. Mm-hmm. Die net op millimeter slagaders hebben gemist. Ja. Ze heeft haar slagaders geraakt in haar pols. Die dus... Hij is hier door mijn hele arm heen gegaan. Oh. Ja, dus ik zie hem de voor- en de achterkant. Oh my god. En zo gewoon doorheen gegaan. Helemaal. Ik had, mijn arm was blauw, van hier tot hier. Letterlijk paars, blauw, groen, alle kleuren. Diep. Echt gewoon... Ik wist niet eens dat het zo blauw kon zijn. Maar nu zie je ook... Ja, dat klinkt, sorry, dit klinkt heel, heel technisch. Maar nu zie ik ook wat je bedoelt met dun en lang. Ja. Ik zie inderdaad... voor de luisteraars die niet zien, de voorkant van je arm litteken en precies dezelfde hoogte erachter. Dus gewoon vollediger doorheen, maar wel smal. Ja, ja. Jezus, Mina, heftig. Ja, dit was mijn duim. Uiteindelijk moest ik 3 dagen later of zo aan mijn duim geopereerd worden. Mm-hmm. Daar was de zenuw van door. En die gingen letterlijk de omhulsel van de zenuw aan elkaar vastmaken. Wat bijzonder. En dan groeit die zenuw 1 millimeter per dag. En na ongeveer 40 dagen later. Om erbij zou hij weer contact maken. Maar dat was dan een herboren zenuw. Dus hij voelt wel wat, maar hij weet niet wat hij voelt. Ja. Dus ik moest op een gegeven moment ook, deed het met verschillende soorten stukjes stof. Zoals rubber, schuurpapier, zijde. Eigenlijk weer overnieuw opvoeden. Ja. En ik moet wel zeggen, hij is nog steeds niet helemaal de oude. Maar dus je duim is altijd een zwak plek. Ja, een zwakke plek, ja. Maar bizar als dat het dan, zeg maar, wel vervelend, als maar als dat het dan is het toch te sick om over na te denken. Ja. Ja, we hebben echt mazzel dat we geen blijvende schade hebben. Ja, psychisch wel natuurlijk. Je gaf dat al aan. Of psychisch, klinkt heel heftig. Maar je geeft aan dat het mentaal natuurlijk wel ook... Ja, ik herinnerde me nog alles. Ja. Alles was voor mij helemaal in detail nog een soort film. Ja. En buiten om het feit dat ik ook, als ik dan in de spiegel keek, het gewoon heel erg vond. Ik ben 3 keer in mijn borst geraakt. Waarvan dus ook alles naast mijn hart is gegaan. Hoe dat kan, is ook een wonder. Maar daar zitten de hele tijd van die littekentjes. Ja. Weet je, als je een mooie décolleté, een beetje een mooi jurkje of iets aan wil, dan zie je dat dus de hele tijd. Of in bikini of zo. Heb je dan ook mensen die er naar vragen? Want je hebt natuurlijk beide op je buik een groter litteken van de operaties. Ja. Ja, kindjes die zijn natuurlijk heel eerlijk. Ja. Oh, mevrouw, wat heeft u op je buik zitten? Ja. Dus dat is wel leuk. Volwassen mensen durven het niet zo gauw te vragen, maar die zie je dan zo even kijken. En dan na een tijdje van, ja, heftig, wat heb je op je buik zitten? Ja, het is verticaal. Horizontaal zou nog een blinde darm kunnen zijn. Ja. Of keizersnede. Ja. En dat is dit niet. Dus het is sowieso altijd iets anders. Ook vooral als ze met z'n 2 in bikini lopen. Ja. Zie je dus 2 zusjes met allebei een litteken op buik. Ja, precies dezelfde plek. Ja, wat is raar. Wat jullie gebeurt. Sick. Maar ja, je vertelt het natuurlijk niet even 1, 2, 3 zo verhaal. Dus soms zeg ik van, nou, vertel ik nog wel een keertje. Ja. Of als ik wel de tijd heb en ik heb een goed gevoel bij die persoon, dan zeg ik van, nou ja, het is een heel heftig verhaal. Ook wel, we praten er wel heel makkelijk over. Is dat ook meer gekomen? Of was het eerst moeilijker om over te praten? Nee. Nou, dat is wel interessant, want ik heb dus, omdat ik het nog zo goed herinner, best wel last ervan gehad. En op een gegeven moment kreeg ik via slachtofferhulp, wat echt een goede hulp is in Nederland, een psycholoog toegewezen, therapeut. En met haar ben ik EMDR-therapie gaan doen. Dat heb ik 5 sessies van gehad. En eigenlijk bijna na de eerste sessie voelde ik al verschil. Je gaat dan heel diep in op het pijnlijkste punt. Mm-hmm. En dan ga je oogbewegingen doen. En die oogbewegingen zijn een soort reset van je hersenen. En daardoor weet je nog wat er gebeurd is, maar je voelt niet meer dezelfde emotie die bij dat verhaal hoort. Bizar, toch? Ja. Niet normaal. Hoe lang hebben jullie gerevalideerd en hoe was het revalidatietraject? Nou, ik heb volgens mij iets van 9 maanden gerevalideerd. We zaten in eerste instantie allebei in een rolstoel. Onze littekens die zaten zo strak dat je niet rechtop kon staan. Dus we stonden gewoon zo. Oh. En elke dag kon je weer even een stukje rechterop. Nou, dat moest je oprekken. Ja. Dat was ook juist goed om dat te doen. Een beetje oprekken, maar niet te veel. Ja.
Maar we hebben er zeker 2,5 maand al twee nog in de rolstoel gezeten daarna. 2,5 maand, wow. Ja. Ja. En ik was eigenlijk een beetje een plant. Er was geen ruimte voor energie of voor blijdschap of voor verdriet of voor boosheid. Frustratie of voor boosheid, niks. Ik was echt zo. Ik lachte niet, ik huilde niet, ik was gewoon zo. Heel vlak. En ik denk dat echt elk beetje energie wat ik in mijn lichaam had, dat ging allemaal naar het herstel van mijn buik om gewoon weer te genezen. En pas echt na 9 maanden eigenlijk voelde ik dat ik toen pas weer emoties kon toelaten en dat ik toen pas ruimte had om het psychische gedeelte daaraan te gaan werken. Ja. Zeg maar. Ja, en ik weet ook dat er veel mensen waren die tegen Mionne zeiden, ja, ik denk wel beter dat je therapie moet nemen, want het komt nog wel een keertje terug. Mm-hmm. Maar Mionne had daar echt geen behoefte aan. En eigenlijk zelfs aan de mensen die dat ook tegen haar zeiden, daar had ze ook geen behoefte meer aan. Nee. Want ze had echt zoiets van, nee, dit is mijn manier, mijn strijd en mijn revalidatie. En dat is denk ik ook. Ja, we kregen ook het moment dat we nog in het ziekenhuis lagen, kwam er een traumapsycholoog en die mm-hmm. heeft ons toen ook eigenlijk heel kort een paar dingen verteld. Maar ik herinner me nog heel goed. Maar in ieder geval een van die dingen die ze zeiden van, ja, tuurlijk kan je op latere leeftijd nog ineens een soort klap krijgen hiervan. Maar het is absoluut geen garantie. Nee. En probeer het gewoon zelf aan te voelen. En mensen gaan het allemaal vragen. En soms als iedereen het vraagt, dan denk je bijna dat het moet gaan gebeuren. Alsof je erop gaat zitten wachten. Maar dat hoeft niet. Dus probeer soms ook al de mensen hun vragen of adviezen ook een beetje los te laten. Want jij bent degene bij wie dit is gebeurd. En jij bent degene met wie je zelf verder moet. Maar dat is volgens mij ook wel een hele belangrijke les. Als mensen luisteren en niet iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, maar misschien iets hebben meegemaakt. We leven natuurlijk in de samenleving waarin iedereen natuurlijk een psycholoog uithangt en een filosoof en de dokter. En iedereen is zo gewend om maar tegen elkaar te zeggen wat the way of working is. Dat je soms bijna het idee hebt van, oh, dan moet ik me ook slecht voelen. Dan moet ik me ook goed voelen, weet je wel. Ja. Dat ik vind dat heel terecht wat je daar zegt van, vergeet niet dat wat er ook gebeurt, dat jij in charge bent van hoe je je voelt en wat je proces is. En dat niet anderen dat maar zeggen van, je moet in therapie gaan, je moet dit doen, weet je wel. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is om heel erg naar je eigen gevoel te luisteren. Soms even je gedachten uit te zetten. Maar even luisteren naar wat je voelt. Hoe ging je eens verder gaan met die man? Want die man is uiteraard opgepakt. Wat is zijn beweegreden geweest? Oh, hij had schizofrenie. Mm-hmm. Hij was schizofreen en daar kreeg hij ook medicijnen voor. En zijn moeder was degene die in charge was om hem elke week die medicijn te geven. En zelfs deze week ziek of op vakantie. In ieder geval niet in de mogelijkheid om ze aan hem te geven. En toen ging het gewoon volledig mis. Jeetje, dus deze verklaring hebben jullie ook gekregen? Of was deze man ook al... Hij was gewoon al gek. Ja, het was eigenlijk een tikkende tijdbom. Ja. We hoorden later ook dat hij, nadat het hele de rechtszaak en alles gaande is, je wordt als slachtoffer best wel goed bijgehouden. Maar ik wilde ook niet altijd per se de hele tijd ermee herinnerd worden. Nee. Wij gingen ons leven weer verder oppakken. In dat dossier van hem, wat je dan toch te horen krijgt tijdens zo'n zaak, dat er dus een week daarvoor een aangifte was gedaan tegen hem door een buurman. Want hij was bedreigd dat hij hem zou neersteken. Oh. En toen dacht ik, wow, dat was dat dus... Dat hadden we wel even goed in de gaten moeten houden. Al gaande, ja. En een week later komen wij niets vermoedend, sleutels of fiets op slot maken en worden overhoop gestoken. Ja. Bizar, maar deze man was dus al inderdaad schizofreen. En is hij de gevangenis ingegaan? Is hij berecht? Ja, we hebben verschillende rechtszaken gehad. Ik vond dat een van de moeilijkste dingen eigenlijk van het hele proces. Ja. Om hem dan weer te zien en hem te horen. Om daar gewoon in dezelfde ruimte met hem te zitten. Was er ook vanuit hem berouw of spijt? Totaal niet, nee. Zijn verklaring was ook, ik heb gestoken wat ik steken kon. Die meisjes die moesten dood. Het doel was ook dood. Nou ja, ik weet alleen nog dat ik naar die woorden van hem zit te luisteren en denk, de manier waarop het uit zijn mond kwam, ik kan het niet eens nadoen. Maar hij was zwak begaafd. Dus hij kon niet echt goed praten. Ja. En zijn familie, hij had een heel, echt, ik denk dat hij zo'n grote familie had, die keken allemaal naar ons en die waren boos op ons. Die hadden zoiets van, door jullie moet onze zoon nu de bak in. Maar hij zei letterlijk, die meisjes moesten dood. Dat heeft hij gezegd toen het moment dat hij werd opgepakt. Dus dat was de verklaring toen hij op toen hij in zijn psychose zat eigenlijk. Maar dat vind ik ook sick in de zin van, je zou nog kunnen denken van, hij is als een gek tekeer gegaan, maar er zat geen doel achter. Maar hij had dus wel echt een
Hij ging wel moordlustig te werk, eigenlijk, zou je kunnen stellen. 100%. Jezus, meneer. Ja, 15 en 17 keer neergestoken. Ja. Het is letterlijk een godswonder dat we er nog zijn. Ja, en hij is toen berecht. Ja, hij heeft TBS gekregen. Ja. TBS dwangverpleging. En in het begin kregen we daar ook nog informatie over. Mm-hmm. Op een gegeven moment had hij goed gedrag. Mocht hij dan met twee begeleiders volgens mij naar buiten. Nou, dat vond ik verschrikkelijk om te weten. Om te bedenken dat hij gewoon weer los in de samenleving is. We mochten dan wel zeggen in welke wijk die niet mocht komen. Van, nou, wij wonen in die wijk in Amsterdam en Aileen in die wijk. Maar ja, dan nog. Maar uiteindelijk bleek dat niet goed gegaan te zijn. En want hij is weer iets gaan doen. Dat vertellen ze ons niet. Okay. Daar zijn ze dan toch nog wel discreet in. Ja. Ook is het, geloof ik, zo goed als ik me herinner, ook niet goed gegaan met een van de psychiaters of psychologen waar die gesprekken mee had. Dus uiteindelijk hebben wij ook gezegd, we willen geen informatie meer horen. Nee, want dat maakt je ook gek op een gegeven moment. Ja, dan blijf je er eens mee bezig. Dus je gaat telkens weer terug naar dat. Ja, terwijl eigenlijk waar denken is wij, van ja, ik ben zo blij dat het is afgelopen en dat we het nog leven. En het heeft ons echt maanden gekost voordat we weer een beetje de oude waren. Ja. En weer een beetje terug waar we daarvoor waren. Ik wilde eigenlijk niet het weer terug naar hem. Dus nee. Op een gegeven moment was ik klaar met de informatie. Ik zei, ik wil er gewoon niks meer over horen. En ik had op een gegeven moment een moment dat ik ergens liep en ik dacht dat ik hem zag. Ja, ze wist het zeker. Ik dacht echt, ik heb hem gezien. Ik heb hem zien lopen. En hij heeft mij denk ik niet gezien. Als je zo op straat loopt, je lijkt wel een beetje gek of zo. Dat je dan zo paranoïde natuurlijk. Ja. Zo maar voelde ik me een beetje. Ik kan me voorstellen dat ik begrijp dat heel goed, dat je paranoïde wordt. Denk je dat het ook rust geeft dat het zo willekeurig was? Ik bedoel, het was niet op jullie gedrag. Het was gewoon, jullie waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek, toch? Dat heb ik wel gedacht, maar ergens dacht ik wel dat hij een beetje oogje op bij mij had. Omdat hij altijd al naar mij keek. En dus een keer aan de overkant van de straat, toen hij echt heel lang naar mij heeft zitten staren. Dus dat er iets meer voorbedachte raden bij kwamen kijken. Bij mij een beetje persoonlijk inderdaad. Ja. Maar of dat ook echt was, dat weet ik niet. Ik had wel echt zoiets van, wij waren hier echt op de verkeerde plek. Verkeerde timing, iemand komt naar buiten gerend. Voor mij wel. Maar ik moet wel zeggen, wat er aan vooraf ging, is wel heel duidelijk op Manjonne gericht. Weet je, hij had een oogpaar, hij had dan een keertje, kwam ze thuis en toen had hij de gordijnen opgetrokken weer op die manier, maar dan bloot. Weet je wel? Niet prettig. Zeker niet. Nee, ik kan me voorstellen dat je inderdaad daarna niet heel veilig op straat voelde. Nee, ja, zeker. Als ik hem zag, dacht ik, hoe snel wegwezen. Ja. Nee, maar daarna. Oh, dan sowieso natuurlijk. Ja, maar ja, precies. Ja. Nee, beide bedoelde ik. Ja, je hebt gelijk. Ik bedoelde ook na alles wat er is gebeurd, dat je natuurlijk niet heel veilig en prettig op straat voelt. Nu? Op zich wel. Ik bedoel, als ik wel een of andere gek zie of een dronkaard, dan ga ik daar wel met een boog omheen. Ja. Maar dat had ik misschien ook gedaan als dit niet was gebeurd. Maar ik ben volgens mij best wel goed hersteld, psychisch. Ja. Dat ik, en ik wil ook niet bang zijn. Nee. Heel mooi, want je hebt helemaal geen therapie gehad of iets. Nee. Maar jij bent gewoon doorgegaan van, nou, hij heeft al genoeg tijd van ons geroofd. Ja, ik ga door. Ik vind het ook, ja, als je altijd bang bent voor van alles, dat houdt je gewoon ook heel erg tegen. En het geeft je helemaal niks. Nee. Dus ja, ik heb ooit besloten van, nee. Niet waard. Het had inderdaad iedereen kunnen overkomen. En ik ben soms blij dat wij het waren en niet dat er een kindje of zo daar in er eentje liep. En dan, die had dat echt niet overleefd. Dan denk ik, ja, wij waren wel sterk genoeg om te overleven. Ja. Het heeft ook jullie leven best wel veranderd, toch? Hoe jullie in het leven staan en wat jullie nu doen. Hoe heeft dat, zeg maar, een bepaalde richting opgebracht? Nou ja, eigenlijk wat ik net ook vertelde, dat je gewoon denkt van, ik heb geen zin meer om telkens terug naar dat moment te gaan. Hij heeft al genoeg van ons afgepakt. Wat we er nu nog hebben, dat is het. Ja. En we weten allemaal dat we op een gegeven moment ook allemaal weer gaan. Dus de tijd die we dan nog hebben, daar gaan we ook wel echt de beste van maken. Ja, dat heb ik vooral. We zijn zo blij dat we gewoon elkaar nog hebben. Dat niet één van ons het niet had overleefd. Ja. Dat was echt de allerergste gedachte die we konden hebben op dat moment. Ja. Ja. En dus een stukje levenslust, zeg je al. Ja, ik heb juist heel erg van, dit heeft het al gepakt, weet je wel. Je bent zo dicht bij de dood geweest. Je hebt zo de dood in de ogen gekeken. In mijn optiek vooral, ik had haar in mijn armen die al echt bijna dood was. Ja, pak het leven aan met twee handen. Want het is zo, voor je het weet, je hebt geen idee, is het voorbij. Ja, en ook mensen om je heen. Dus het gaat niet alleen maar om ons. Ik merkte ook toen wij in het ziekenhuis waren, de
waren zoveel vrienden. De liefde die wij toen kregen en alle echt overweldigende aandacht en angst ook. Dat heeft ons ook zoveel geluk gegeven. Dat je weet van wauw, er zijn zoveel mensen die van ons houden. En ja, zo bang zijn dat we... Ja, dat weet je eigenlijk helemaal soms niet. Maar dan draai je het ook om. Dat je denkt, oh ja, dat kan dus ook iemand anders gebeuren. Iemand die ons lief is. Dus dat je ineens veel meer toch elkaar koestert of zo. Daarvoor. Ja, bewust ook van de mensen om je heen. De dader. Jullie hebben dus geen informatie meer over hem, wat hij doet. Maar leeft hij nog? Hoe oud is hij? Nou, ik weet nog dat Aline en ik... We gingen het elk jaar vieren dat ze nog leefden op 17 maart. Jullie zelf? Ja, dat wij nog leefden. Ja. Ja, op de dag dat het is gebeurd. Ja, ja. Met z'n tweeën. Oh my god. Nou, in eerste instantie ook met onze ouders en familie. Ja. Maar dat op een gegeven moment werd het alleen nog maar Aline en ik. En toen was het 10 jaar later. En toen zei ik tegen Aline van nou, misschien is het wel tijd dat we het niet meer elke jaar hoeven te vieren. Want we zijn het al bijna vergeten, weet je wel. Ja. We kunnen elkaar knuffel geven, maar dan laten we daarbij. We hoeven niet helemaal restaurant in en helemaal... Ja. Wat ik op zich wel mooi gedacht vind, dat je een nare avond omzet in een positieve avond. Ja, ja. Ja. Nou, sorry, het is je verjaardag vieren. Ja. Dat je nog leeft. Leven vieren, ja. Live and kicking. En toen kwam ik thuis. Dat was dus 10 jaar na datum. Ik kom thuis en wat ligt er op de deurmat? Een brief van het Openbaar Ministerie. Ik maak hem open en daar staat in dat hij is overleden. Op die dag. Ze vertellen me niet waarom, maar ze vertellen... Hij zal waarschijnlijk eerder zijn overleden, maar op die dag, exact 10 jaar na datum, krijg je die brief. Kreeg die brief. Nou, kippenvel. Kippenvel. Dat is toch niet waar. Alsof de hele cirkel rond is, precies dat jou aangaf. Dit is... Het is mooi geweest. Ja. We hoeven niet elk jaar er meer bij stil te staan. Oh my god. En dan sluit je het op die manier de avond af. Ja, ik moest echt letterlijk huilen. Het was eigenlijk niet waarom. Het was niet per se een leuk bericht. Nee. En wat andere mensen dachten, oh, misschien ben je wel heel blij om dat te horen. Nou, het is dus niet leuk, maar nee, het is wel een pijn bericht. Dat je weet, hij kan nooit meer iemand pijn doen. Ja, meer. Want daar was hij toen wel in staat. Want dat is natuurlijk ook gebrek uit de onderzoeken, toch? Dat hij gewoon psychotisch... Ja, ik denk ook, hoe zit het als je daar werkt, weet je wel? In zo'n instelling, in zo'n TBS-kliniek. Ja. Die zouden maar werken. Ja. Met dat soort... Ja. Ja, ja, wat bizar. Ja, kippenvel inderdaad. Dat dan... Ik moet zo lachen. Ik ga het ook gewoon benoemen in de podcast. Maar Billy zit erbij. Jullie kennen Billy natuurlijk. Ja. Dus die hangt een beetje om jullie heen. Ja. Wij laten Billy uit. Ja, want jullie zijn, dat is wel een leuk haakje. Want eigenlijk ook daarmee gestart. Ook vanuit een beetje het levenslust. Genieten, doen wat je leuk vindt. Met de hondenuitlaatservice. En daar kennen we elkaar van. Ja. En dat is daar ook uit ontstaan, toch? Ja. Ja, je wandelt buiten in de natuur. Elke dag. Met heel veel zieltjes. En dat zijn dan de honden. Die gewoon gelukkig zijn. En altijd maar blij zijn om jou te zien. Want jij haalt ze op en doet het leukste met ze. Er is letterlijk geen geluksmomentje van ons werk wat niet leuk is. Echt? Nou. Ja, als het regent, als jullie ophalen in de regen, denk ik, oh. Nee, maar ik niet. Ik vind het verheerlijk, want dan is er namelijk niemand op straat. Ja. Dan ben jij lekker alleen met de honden. Ja. Je kleedt je er toch wel op. Ja, dat is ook zo. Maar dat is wel heel bijzonder. Ik denk dat dat er soms ook, we leven in een wereld en er zijn soms ook dingen voor nodig om dat stukje geluk, dat je daar bewust van bent. En wat er kan. Inderdaad. Ja. Hoe is dit voor jullie ouders? En want je enige en twee kinderen worden neergestoken, maken hetzelfde mee. Hoe is ook überhaupt ook jullie band en hoe is dat voor jullie? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. We zitten in een gezin van met z'n vieren. Dus twee kinderen en twee ouders. En we zijn altijd heel close geweest met z'n vieren. We zijn opgegroeid in een woonwagen. We leefden echt met z'n vieren. We reisden rond door Europa. Beetje hippie ouders. En in één keer liggen hun twee dochters op de intensive care. En ze hebben geen idee wat de uitkomst wordt. Nou, sowieso de strijd die mijn vader met zichzelf heeft gehad. Voor mij persoonlijk was dat... Naast het beeld waar ik EMDR-therapie voor heb gehad, wat ik met Mignon heb meegemaakt, was dat een van de pijnlijkste dingen. Dat zij zo machteloos, zo hun kleine kindjes iets overkomen was waar ze zelf niet eens wat aan konden doen, wat hun aangedaan werd. De worsteling met papa, hoe hij daarmee omging om zo zorgzaam en er voor ons te kunnen zijn, terwijl die zoveel boosheid en haat had tegelijkertijd. Ja, ja. Ja, dat was inderdaad een worsteling. Hij was dus zo boos dat ik snap dat die man dit ons had aangedaan, maar tegelijkertijd
wilde die alleen maar voor ons er zijn en alles voor ons doen. En ik denk, onze vader die heeft zijn ouders verloren toen hij heel jong was. Mm-hmm. En op dat moment besloot hij dat dat het allerergste was wat hij ooit in zijn leven had meegemaakt. Totdat hij dus twee dochters kreeg. Ja. En toen ineens was dat soort van het meest vulnerable wat hij heeft. Ergste, ja. Gebeurde dit. Hij dacht echt, hij ging echt kapot. En is dat ook misschien, want ik weet dan meer persoonlijk en daar hoef je ook niet over te praten, maar ik weet dat hij onlangs is overleden. Mm-hmm. Maakt dat het ook dit dat jullie dat samen meegemaakt en die kwetsbaarheid van hem toen hebben gezien, dat meer dierbaar of beladen? Je komt nog dichter bij elkaar, denk ik. Wij hebben heel nauw voor hem gezorgd. De laatste maanden van zijn leven is bij ons in huis gekomen. En dat hebben we heel lang zonder hulp gedaan. Ja, dat is heel raar, want hij is op zijn 67e leeftijd overleden. En wij zijn 34 en 36. Dus je komt in een soort van situatie terecht waar je helemaal niet weet hoe het allemaal werkt. Ik wil mijn vader wassen, weet je wel. Hoe dan? Hoe moet dat? Maar ja, dat loopt dan zo. En in één keer sta je weer in ogen met de dood. Ja. Want je weet dat hij doodgaat. En je weet dat je hem soort van de naar de hemel, ja, om het maar even zo te zeggen, samen begeleidt. Op de mooiste manier zoals je het kan doen. Maar het was wel heel gek om de momenten dat ik niet uit mijn rolstoel kon komen en dat hij mij met een paar kleine dingetjes moest helpen. Dat toen hij bij mij in huis was. Sorry hoor. Nee, pak je moment. En dat ik hem uit zijn rolstoel aan het helpen was om in de douche te komen. En dan denk je, oh ja pap, daar zat ik ook een keertje. Die is in de rol omgedraaid. Ja, dus dat is wel... Het is ook heel sterk. Ja, en ik kan me voorstellen voor hem dat jullie hem natuurlijk met liefde verzorgen. Maar andersom hoort het minder natuurlijk zo te zijn. Ja. Dat is natuurlijk voor hem het moeilijker eraan. Ja. Ja, maar hij heeft er ook nooit heel erg open over gesproken. Hij is wat stillere van de familie. Mm-hmm. Samen met mij. Mm-hmm. Ja, hij was heel... Hij liet niet snel zijn emoties zien als het ging over ons, zeg maar. Mm-hmm. Hoe erg hij het vond. En niet als van, ik wil het niet vertellen hoe erg ik het vind, maar hij hield zich groot en sterk. En wij konden op hem leunen en steunen. Hij was vooral heel erg blij dat ze er nog waren. En dat we dus na de laatste paar jaren nu nog met hem echt wel een fantastische tijd hebben gehad. Ja, maar, echt fantastische tijd. Yeah. We hebben er alles uitgehaald wat erin zat. We waren mooi. Absoluut nergens zonder onze moeder. Die is echt een tijger in de strijd. Ja. Die heeft echt door dik en dun zich overal doorheen gewerkt. En die stond echt overal klaar. En ja, ze heeft zo ons lopen verzorgen. En ook ons vader. Dat, ja, ik weet niet, wat je net ook zei, het cirkeltje is echt rond. Het is echt eigenlijk heel prachtig. Vroeger dachten we dat echt hele stomme familie hadden. Ik dacht, wat een hippie ouders. En ja. Bij andere kinderen in de klas, of als ze bij hun thuis kwamen, daar was alles normaal en alles heel netjes. En ja, bij ons was de chaos. Ja, ja. En we dachten echt, waarom komen we uit zo'n familie? Maar nu zijn we er eigenlijk heel trots op. En ook misschien zit het ook een stukje in jullie, want jullie zitten nu op een waanzinnige boerderij met al die honden. Ja. Komt het allemaal wel weer een soort van in de natuur. Nou ja, en onze moeder die dus, wat Mionne net vertelt, dat vecht als een tijger. Ja. Ze vocht voor mijn vader als een tijger in de tijd dat ze moeilijkheden hadden. En als zij wel een drijfveer en de paal, zeg maar, de motor onder de familie, onder het gezin. Maar ook bijvoorbeeld die kracht die zij eigenlijk altijd in het gezin heeft gehad, heeft ons bijvoorbeeld ook die kracht, die merk je heel erg in zo'n proces van revalideren. Ja. Wij waren gewoon, nee, wij gaan door. Ja. Dit gaat niet, niemand en niets staat ons in de weg van onze dromen. Doodgaan, dat zit er niet in, weet je wel. We gaan niet meer stilstaan. En dat is ook haar die in ons zit. Die tijger of zo, merk ik wel. Want papa was wel heel erg lief. En heel erg, weet je wel, we waren echt papa's prinsesjes. Maar mama was wel die strijder. Oh. Ja. Lief. Gelukkig hebben we haar nog. Ja, en dat moet Ilo koesteren. Dat is volgens mij ook hetgeen... Ja, dat doodverhaal is zo dichtbij. Ja. En dat vergeten we vaak.
Ja. Want je bent zo in je leven aan het leven en je denkt, oh ja, ik ga gewoon met mijn partner en ik hou zijn handje vast en we gaan samen tegelijkertijd dood in bed. Of zo. Dat denk ik al, dat hoop ik altijd. Ja. Maar dat is helemaal niet hoe het echt vaak gaat. Ja, en in één keer, voordat je het weet, kan het zo voorbij zijn. Dus leef je leven. Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie om hem ook mee af te ronden. Ja. Dankjewel voor jullie tijd en mooi open gesprek. Ik vind het heel bijzonder dat jullie hier zijn. En dankjewel. Ja, gedaan. Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.